Welkom bij Mystic Angel Radha Tarot. Ik ben Radha. Dit is de maandelijkse reading voor de maand oktober 2022 voor de Weegschaal. Ik heb de kaarten al gelegd, dus ik ga zo beginnen met de reading. Als eerste wil ik mededelen dat ik de WhatsApp reading van €20 naar €10 heb gezet en de intuïtief coaching van €50 naar €30 heb gezet. Zodat ik wat dat ik nog steeds meer mensen kan helpen en zodat de mensen die het hulp nodig hebben, die het heel hard nodig hebben, die het ook wel kunnen betalen als ze dat nodig hebben en ook willen. Want ik help super veel mensen en ik help ze weer. Ik haal de blokkades van hun pad weg, zodat ze hun pad weer kunnen bewandelen. Weet je, het is gewoon zo mooi om te zien hoe mijn cliënten gewoon groeien, bloeien en weer hun weg kunnen vinden. Dus ik begeleid je er gewoon doorheen door inzichten, adviezen, de blokkades van je pad weg te halen. En mocht je dat allemaal willen, dan kijk ook naar de andere diensten van mij hieronder. Waarmee ik met... ik wil zo snel praten dat ik gewoon helemaal vastloop. Oké. Ik help gewoon zoveel mensen. En weet je, dat geeft gewoon een goede... Ja, dat geeft mij gewoon sowieso voldoening. Van dat ik de mensen... waar ik gewoon ergens mee van dienst kan zijn. Dus, maar mocht jij hulp willen van mij of een van mijn diensten willen, laat me in ieder geval weten via de WhatsApp welke diensten je wilt. Dan gaan we gelijk aan de slag. Ten tweede wil ik mededelen dat je een videoreading van mij kan winnen. Je kan kiezen dan uit liefdewerk, algemeen, spiritueel of boodschap. En dan laat ik je binnen 3 dagen weten... wie de winnaar is. Ja. Nu ga ik beginnen met de reading voor jouw weegschaal. Even kijken. De energiekaart. Sorry hoor, mijn keel is een beetje... ik voel een beetje dat het droog is, maar... Ik heb een snoepje in, maar toch. Oké. De energiekaart is 11. Je hebt een sterke binding met de elfen en je levensopdracht houdt in dat je moeder natuur behulpzaam bent. Wauw. Dus je hebt een connectie met de natuur. Ga meer naar buiten, ga meer de natuur in. Ja? Je hebt gewoon een connectie met natuurelementen. En ik zie dat er ook positieve veranderingen aan het komen is voor jou. Heling sowieso. En ga gewoon meer in contact met moeder natuur. Dat is de energiekaart voor oktober. Voor jullie lieve weegschaal. De begeleidende boodschap is... Fourth Chakra Archangel Raphael. Dat betekent dat hij er is voor heling. Als jij geheeld moet worden, dan zal jij geheeld worden in oktober. En hij gaat je helpen en begeleiden... het kan ook zijn met familie, met gezin, met vrienden. Dus echt met de familie, bindingen, relaties. Daar kan je aartsengel Raphael vragen om hulp, maar vooral voor heling. En misschien ben jij zelf een healer, dan gaat aartsengel Raphael je helpen met helen, met jouw healingstalenten, jouw healingsgaven. Ik zie dat je op dit moment in balans bent. Je hebt ook alle tools in handen om misschien jouw spiritueel werk te gaan verrichten. Het kan zijn ook... dat je ander soort werk gaat verrichten. Maar voor mijn gevoel gaat het toch meer naar spiritualiteit. Omdat aartsengel Raphael in beeld is gekomen. En hij is een helende engel. Hij helpt, helpt mensen die een healer zijn.
ja, voor mijn gevoel heb je alle tools in handen om jouw helingswerk te gaan verrichten. En je staat gewoon echt in je kracht op het moment. Ook hier zie ik qua relatie, partnerschappen en relaties, zie ik toch wel dat daar een blokkade zit. Misschien gaan bepaalde contracten niet door. Misschien waardoor je geblokkeerd wordt. Misschien op relatievlak, misschien dat huwelijken misschien stuk gaan. Daar word je allemaal in geblokkeerd. Misschien dat er vriendschappen of noem het maar op, dat dat allemaal niet gaat zoals het wilt of moet gaan. Dus ja, daar zit de blokkade in de maand oktober voor jou. Je wordt begeleid met emotioneel verlies. Dus ja, je bent dan ook wel in verdriet. Hè? Doordat er relaties of contracten of wat dan ook niet gaan zoals het moet en stuk gaan, dan krijg je heel veel verdriet. En dat snap ik als geen ander. Daarom is denk ik ook aartsengel Raphaël hier voor je. Om jou te helen. Je kan hem om hulp vragen. Om jou te begeleiden. Om jou te helpen met de vragen waarmee je zit. Kan je aan aartsengel Raphaël vragen. En vragen voor heling van je hart. En er gaan ook heel veel heling plaatsvinden. En er komen wel positieve veranderingen. Dus na het verlies, emotioneel verlies, komt er sowieso positieve verandering aan voor jullie. In het verleden had je heel veel materiële oogst. Je was heel veel met het materiële gedeelte bezig. Daar komt ook een beetje een einde aan. Want je bent spiritueel aan het groeien. Dus materiële wordt wel achtergelaten. Je gaat meer het spirituele kant op. Je gaat meer je richten op je spirituele kant eigenlijk. Waardoor je meer in balans gaat komen. En wat ik hier zie in de nabije toekomst is afzondering. Je gaat je ook meer afzonderen. Zodat je alle wijsheid wat binnenin jou zit naar boven komt of naar voren komt. En ja, dus heel veel inzichten, heel veel boodschappen zal jij vergaren. En waardoor jij dus echt meer in je kracht komt te zitten. Dus hoe meer jij gaat afzonderen, hoe meer jij in je kracht komt. En hoeveel wijsheden ook naar buiten gaan komen. Je werkt aan om op je intuïtie te vertrouwen. Goed te luisteren naar je intuïtie. Waardoor ook heel vaak heling dan plaatsvindt. Hè? Dat je weg ook vrij wordt gemaakt. Je blokkades wordt verwijderd als je al naar je intuïtie begint te luisteren. Dat er ook een deur voor je open gaat. En ja, je kan gewoon door al die deuren heen als jij gewoon je intuïtie blijft volgen. En dat gaat jou meer in je kracht ook brengen. Je wordt erkend en beloond door familieleden, door vrienden, door de mensen om je heen, op werk, op school. Word jij erkend en beloond voor al het goede en harde werk en alle steun en toeverlaat. Word jij gewoon erkend en beloond. Hoop en vrees, strategie van vertraging. Denk niet dat als er vertraging plaatsvindt, dus als alles tot stilstand komt, dat er niks gebeurt. Want er vindt dus een spirituele groei plaats, waardoor alles tot stilstand moet komen, zodat jij kan gaan groeien. Wijsheid. Doordat jij trouw bent aan jezelf en vertrouwt op jezelf, hè, er voor je familieleden bent en ook voor jezelf, zal jij zien hoeveel wijsheid je komt meer in je kracht. Je komt meer in je kracht. Door jouw wijsheden. Door die zelfvertrouwen. Door er te zijn voor je familie of je gezin.
Sta jij helemaal in je kracht en jouw lichaam meer schijnen. Ja, in de maand oktober is het ook zo van dat je misschien ook naar je schaduwkanten moet kijken. Kijk er maar naar, maar laat het ook weer los. Ja? Iedereen heeft zijn eigen schaduwkanten en die schaduwkanten kan je gewoon naar kijken en gewoon loslaten. En dan zal je zien dat je, oké, je hebt het gezien, je weet wat die schaduwkanten zijn en laat het gewoon gaan en laat voor wat het is. Dan sta je meer in je kracht. Jullie boodschapkaart is, kijk hoor, dat is nummer 37, liefde, geestespad van het zuiden. Sleutelwoorden zijn relaties, onvoorwaardelijke liefde, verjonging. Deze kaart kan betekenen dat je een soulmate vindt of een ultieme levenspartner. Als je een relatie hebt, dan is het een gelegenheid om je huidige relatie nieuw leven in te blazen en te versterken. De energie van Colibri is overal om je heen. Oké. Net zoals de zuiverste bloesems van liefde in je hart. Heb de moed om dit nieuwe gevoel met anderen te delen. Laat de emotie doorheen stromen. En je voeden met het ware wezen van levensgrote kracht van onvoorwaardelijke liefde. Liefde is vaak vergeleken met de wonder. Het is bekend dat de kracht van liefde zelfs de diepste wonden kan helen. En mensen de kracht kan geven om verbazingwekkende dingen te volbrengen. Maak je op dit moment geen zorgen over de toekomst van je relaties. Volg gewoon het pad van je hart en zie waar het je brengt. Als we eenmaal zijn geraakt door het wonder van onvoorwaardelijke liefde, is ons leven nooit meer hetzelfde. Het moment dat we voorwaarden stellen aan onze liefde weerhoudt zij ons eerder dan dat zij ons verjongt. Leer liefde onbaatzuchtig te geven, niet om te worden beloond, maar gewoon uit pure vreugde om te geven. Deze kaart vertegenwoordigt een grote mogelijkheid voor geluk. Gebed. Wanneer ik mijn hart ga openstellen en anderen om mij heen, leidt me grote geest, zodat ik mag leren om onvoorwaardelijk lief te hebben en de grootste wonder van mijn leven te ervaren. Wauw. Dus het kan zijn dat er, wat ik al zei, dat er bepaalde relaties gaan eindigen, contracten gaan eindigen. Dus het betekent dat er een nieuw iemand in jouw leven gaat komen, die wel die onvoorwaardelijke liefde heeft. En die wel bij jou blijft. En die wel de liefde met jou gaat delen je hele leven lang. Dus die persoon die komt eraan. En mocht jij dus geen partner hebben, kan het betekenen dus dat er dus een nieuw iemand in jouw leven komt. En het kan ook betekenen dat de onvoorwaardelijke liefde ook de zelfliefde is. En de zelfliefde, daar begint het bij. Want als jij je zelfliefde ervaart, zal je zien dat je hart ook open gaat om liefde te geven, maar ook om liefde te ontvangen. Dus zelfliefde is ook heel belangrijk voor als je een partner in je leven hebt. En dat jij een partner wil aantrekken, dan kan dat op die manier. Door de zelfliefde die je als eerste hebt voor jezelf. Ik hoop dat je wat aan deze boodschappen had. Laat me in ieder geval weten hier onder deze video. Like, abonneer en laat belletje rinkelen om mijn video's te ontvangen. Mocht je een van mijn diensten willen, laat me dat weten via de WhatsApp. En mocht jij een video reading willen winnen, laat hier onder deze video weten dat je een video reading wilt winnen. En dan laat ik je binnen 3 dagen weten wie de winnaar is. Nou, tot de volgende keer. Doei doei!